Ik ben Ton Harmes, directeur van boekhandel Dominicane, de boekhandel die sinds 21 maart 2014 bestaat. Ik ben Maastrichtenaar, werk al 32 jaar in het boekenvak. Ik ben getrouwd met Corina en heb een dochter Sylvia van 17. We zijn dicht geweest, we waren failliet. Er ging van alles mis in de keten Polare en in de investeringsmaatschappij en dergelijke. Dus er gingen heel veel dingen boven ons hoofd mis waar wij helemaal niets mee van doen hadden. Maar waar we wel de gevolgen van hebben gehad. Het faillissement was wel de kans om de boekhandel te kunnen kopen en een doorstart te maken. En dat hebben we op 21 maart gedaan. En nu krijgen we gelukkig weer boek op de bokken. Als ik naar onze boekhandel kijk en als ik samen met onze investeerders naar de boekhandel kijk, die kijken nog veel sterker dan ik naar het bedrijfseconomische ontwikkeling, dan zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van e-books, op het gebied van lezen en informatieverwerking. Wat we vooral ook zien is dat mensen misschien iets minder snel veranderen. Dat het hoopgevend is dat veel jonge mensen zeggen, als ik ga lezen in een boek, dan zit ik even niet achter het beeldscherm, dan zit ik even niet op mijn mobiele telefoon, dan heb ik even rust om te lezen en om een spannend boek te lezen. Als ik kijk naar de kunstboeken, als ik kijk naar kookboeken, dan zie je dat mensen nog steeds gelukkig op die manier in ons product geïnteresseerd zijn. Maar natuurlijk ook gewoon e-boeken lezen en kopen. En dat kan gelukkig ook gewoon via onze boekhandel.